De toiletstoel of po-stoel wordt ingezet als het verplaatsen naar het toilet te vermoeiend is of erg moeizaam gaat. De po-stoel kan bijvoorbeeld naast het bed gezet worden. Daarmee ontstaat er rust en veiligheid. Soms gaat het naar de wc gaan overdag nog prima, maar is het vanuit bed lastiger. Dan geeft het de zorgvrager en eventueel ook de zorgbieder veel rust als er een po-stoel naast het bed staat. Een po-stoel of toiletstoel is een gewone stoel met armleuningen, met in het midden van de zitting een opening. Onder de opening hangt een po of emmer die via de achterkant of zijkant weg te halen is. Als de po-stoel niet in gebruik is, kan de zitting dichtgemaakt worden, zodat het een normale stoel lijkt. Er bestaan ook toiletstoelen met wieltjes. Hierdoor is de stoel met zorgvrager en al te verrijden en ook geschikt als douchestoel. Het voordeel is dat er niet twee hulpmiddelen nodig zijn. Dat scheelt ruimte. Als een zorgvrager alleen hoeft te plassen, kan een urinaal volstaan. Er is een mannen- en vrouwenurinaal. Als de stoel wieltjes heeft, controleer dan voor elk gebruik of de rem erop staat. Zet de po-stoel zo neer dat u er gemakkelijk bij kunt, maar wel nog genoeg manoeuvreerruimte hebt. Let er goed op dat de stoel niet kantelt als u te veel op één armleuning steunt. Leer zorgvragers aan om goed voorover te hellen bij het gaan zitten en weer opstaan. De neus moet voorbij de knieën komen. Houd toiletpapier en eventueel incontinentiemateriaal binnen handbereik. Verrijken naar een wc-rol kan kantelgevaar opleveren. Als de po-stoel verstelbare poten heeft, kunt u de stoel wat hoger afstellen als u wat moeilijker overeind komt en gaat zitten. Als u een urinaal gebruikt, kunt u op de rand van het bed blijven zitten. Als u liever staat bij het plassen, zorg dan dat u steun heeft van bijvoorbeeld een rollator of looprek. Als de stoel wieltjes heeft, controleer dan voor elk gebruik of de rem erop staat. Ik moet plassen. Zal ik je even helpen? Kom maar. Momentje. Zet de po-stoel zo neer dat de zorgvrager er gemakkelijk bij kan en u beide nog voldoende manoeuvreerruimte heeft. Let er goed op dat de stoel niet kantelt als de zorgvrager te veel op één armleuning steunt. Laat de zorgvrager goed naar voren bewegen bij het gaan zitten en weer opstaan. Met gestrekte rug is de beweging lastiger. Houd toiletpapier en eventueel incontinentiemateriaal binnen handbereik. Dan hoeft u de zorgvrager niet in een onveilige situatie achter te laten. Naar de wc gaan is een intieme handeling. Ben je niet duizelig? Probeer de persoonlijke sfeer zoveel mogelijk te beschermen. Als het veilig is, kunt u de zorgvrager even alleen laten op de po-stoel. De zorgvrager kan ook zittend op de rand van het bed plassen in een urinaal. Als hij liever wil staan, zorg dan dat hij steun heeft van bijvoorbeeld een rollator of looprek. Ik ben klaar. Ga als zorgbieder ook niet over uw eigen grenzen heen. Kom maar eerst staan. Zet professionele hulp in als de zorg te intiem wordt. Even helpen bij de broek aandoen. Net als een gewone wc moet de toiletstoel ook regelmatig gereinigd worden. Bij een po-stoel is het extra belangrijk, omdat deze in een leefruimte staat. Geurtjes zijn moeilijk te voorkomen. Uiteraard helpt het legen van de emmer of po, maar er zijn ook absorptiekorrels of vellen te koop die snel de urine opnemen en geurtjes neutraliseren.
Vergeet niet om de handen van de zorgvrager en die van uzelf te wassen na het gebruik van de poosdoel. Een beetje zeep op de handen doen? Ja, dank u wel. Even lekker wassen. Voor 's nachts kan een snelle reiniging met desinfecterende gel ook volstaan. Zo verliest u minder nachtrust. Dat is